Goedemiddag in deze prachtige locatie, het Joods Historisch Museum, namens Voerer, Scadenza Films en Independent Films, om kennis te maken met de acteurs, met de producenten en met de makers van Suskind. Ik speel de rol van Piet Meerburg, dat is de leider van het studentenverzet in Amsterdam op dat moment. En iemand die zich zwaar geroepen voelt om aan het verzet deel te nemen en daarin ook Walter betrekt en de hele organisatie. Het is natuurlijk zo, het verzet was een hele organisatie, je noemde elkaar ook bij de voornaam, achternamen werden niet genoemd. En een hele aparte rol. Ik ben een keer een goeierik. Ik speel de titelrol van Walter Suskind. In het echt heeft hij bestaan, dus het is een historisch figuur. Het was een Duitse Jood die toen hij in Nederland kwam werken een baan kreeg. In ieder geval in de film kreeg hij een baan bij de Joodse Raad. De Joodse Raad was een instituut, een orgaan, wat eigenlijk op een gegeven moment door de Duitsers werd aangestuurd. De nazi's zeiden tegen een aantal prominente Joden in de Joodse Raad, wij geven jullie cijfers van aantallen die gedeporteerd moeten worden. Afgevoerd naar werkkampen, want dat werd op dat moment nog beweerd vanuit de nazi's. En die cijfers moeten kloppen en jullie kiezen zelf wie uit de Joodse gemeenschap jullie daarheen sturen. Dus dat was natuurlijk een verschrikkelijke taak. Suskind heeft voor de Joodse Raad gewerkt en hij kreeg gewetensvroeging. En hij besloot eigenlijk een soort schaduwadministratie aan te leggen, een dubbele boekhouding. Om dus niet alleen mensen af te voeren, maar ze ook wel degelijk te redden. Ja, het overleven. En dat vind ik ook het mooie van dit verhaal, dat het over kinderen gaat. Dat raakt me wel of zo. Ja. Het speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog, zijn al talloze films over gemaakt. Waarom is deze zo onderscheidend? Nou, ik denk daardoor ook. Weet je wel, het is een verhaal die eigenlijk... Ik kende het zelf nog niet, voordat ik hiervoor gevraagd werd. Dus ik was er wel door verrast of zo. Het zijn toch weer verhalen die je niet kent en die belangrijk zijn om te vertellen. Nou, en sowieso is het, weet je wel, het is een tijd die... Ja, het is een ongelooflijk heftige tijd. Dus het is goed dat dit soort films gemaakt worden, vind ik.